Voor de meeste atleten konden we instappen in het gewone Cool to Gold project dat ook van het Sport Vlaanderen wordt uitgerold. Maar voor een aantal specifieke doelgroepen, denk aan de sporters met tetraplegie, paraplegie, waren toch bijkomende aanpassingen nodig. En die aanpassingen kunnen we nu ook doen. In stap 1 hebben we eigenlijk een nulmeting gedaan. Wat zou er gebeuren in de klimaatomstandigheden van Tokio met onze atleten? En dan zijn we gaan kijken hoe kunnen we nu sportspecifiek en atleetspecifiek de aanpassingen doen zodanig dat de lichaamstemperatuur onder controle blijft. Als je je lichaamstemperatuur een halve graad kunt lager houden, ja, dat kan al heel makkelijk een 10-15% krachtsverschil gaan opleveren voor de atleet, waardoor dat je eigenlijk, je wordt niet beter door de koelkleding, maar je wordt minder snel slecht. Ça va? Nu gaan we gewoon deze koelvest aandoen. Ik verander mijn kleren en dan kan ik mijn intervaltraining starten. Klaar! Ja! Water dat je over een gewone t-shirt, dat verdampt, dus dat moet je continu doen. En ja, tegen dat je twee rondjes op de piste gedaan hebt, is dat weg, dat koelingseffect. Maar door die stof die we hebben, hoef je dat eigenlijk maar 1-2 keer te doen op een ganse training en dat blijft fris. Moet je een keer zelf voelen aan je voeten, Joyce. Ja, en voelt nu aan je hoofd. Ziet dat belangrijk is. De koelkledij, ja, zelfs al doet de rest ook iets om te koelen en vind je iets goed. Als die van ons 2% beter is, kan het verschil nog altijd zijn tussen winst en verlies. Als je weet dat ik 2 jaar terug een wedstrijd met 4000ste van een seconde gewonnen heb, ja, dan zit het echt wel in de kleine details. Representing Belgium, Peter Kinnen.